In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Zij antwoordde: De laatste. Toen zei Jezus hun: Voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid toch hebt gij hem geen geloof geschonken terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken maar zelfs nadat gij dit had gezien zijt gij ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt gij ge hem geen geloof geschonken De lezing van deze zondag kunnen we verdelen in twee helften. De eerste helft en de tweede helft. De eerste helft gaat vooral over de vader-zoon relatie. Die natuurlijk heel belangrijk is in het werk van Gods genade. De tweede helft gaat vooral over de verhouding van de zondaar tegenover God. Over de hoeren en de tollenaars. Laten we eerst kijken naar de eerste helft van de lezing over de vader-zoon-relatie. Je ziet dat Jezus waarschuwt dat het heel goed mogelijk is om ja te zeggen en toch niet de wil van God te doen. En dat het ook mogelijk is dat je nee lijkt te zeggen, maar toch in feite de, de werken van God doet, de wil van God volbrengt. En in feite zie je hier een heel erg elementair. Gegeven van ons geloof, namelijk de werken. Wij worden gerechtvaardigd door geloof en werken, oftewel door een levend geloof. En je kunt inderdaad ja zeggen tegen God, dat is namelijk je publieke Amen, ik geloof, maar toch niet de wil van God doen. Dat wil zeggen. Toch de werken van God eigenlijk niet doen, of minachten, of weigeren? Wanneer we amen zeggen in geloof, dan is dat inderdaad, dan zijn we gerechtvaardigd in geloof. Maar we moeten dat geloof wel de waarheid van ons leven laten worden. Alleen maar ja zeggen, of alleen maar op een hele mooie, devote manier ja zeggen, dat wil zeggen amen zeggen, is in Gods ogen. Geen levend geloof. Dus we zien hier eigenlijk een, ik zou bijna zeggen, primitieve waarschuwing van Christus. dat um, het geloof levend moet zijn, anders is het geen echt geloof. Dat wil zeggen, geloof en werken rechtvaardigen ons. Het tweede deel van de lezing gaat meer over de houding van de zondaar tegenover God. En we zien hier het geloof in Johannes de Doper. Wat is het geloof in Johannes de Doper? Dat is in feite het beamen dat je een zondaar bent en dat je je moet bekeren. En hier zie je dat eigenlijk niet alleen er werken zijn die voortkomen uit het geloof, werken van naast de liefde. Maar er is ook een werk dat vooraf gaat. Aan het geloof. En dat is de bekering. Het eerste werk van het geloof is God aanbidden en onszelf in het licht van God plaatsen. Ja, en dan is het eerste wat we zien is het feit dat we zondaar zijn. Daar hebben we geen openbaring voor nodig. Ons geweten zegt al genoeg. We kunnen natuurlijk misschien niet luisteren naar het geweten, ontkennen, maar dat geweten, zolang we in deze wereld zijn, laat het. Zijn licht schijnen over onze daden. Wij hebben bekering nodig. Dat is het eerste werk dat volgt op het geloof in Johannes de Doper, die zelf ook de voorloper was van Christus. En zo zien we dat geloof en werken niet zozeer een moralistisch geheel is. Zo van als je dat gelooft, moet je zo leven en moet je die dingen doen. Maar voorafgaand aan het geloof, en erop volgend, is er een hele elementaire nederigheid: een zelfgave, waarin ons hart gericht wordt op God.